Wie goed kijkt, kan het zien. De sporen van de Tweede Wereldoorlog in onze stad. Ook na bijna 75 jaar. Als je tenminste op de hoogte bent van de geschiedenis en als je de verhalen kent. Bijvoorbeeld het verhaal van Rue Paré. De Haagse kunstenares die zich tijdens de oorlogsjaren ontpopte als een verzetsheldin. En 52 Joodse kinderen het leven redden. Rue Paré, een baken van menselijkheid. In een tijd waarin onmenselijkheid leek te zegevieren. Een toonbeeld van moed, waar vele anderen niet in actie durfden te komen. En ik hoef u, die door Rue Paré gered bent, niet te vertellen wat zij heeft betekend. Maar de huidige en komende generaties moeten dat wel weten. We moeten haar nagedachtenis in ere houden. En daarom is het zo mooi dat wij vandaag deze gedenksteen kunnen onthullen. Er is heel veel geschreven over mannen in het verzet. Over spectaculaire gewapende acties. En Rue Paré, die hanteerde geen wapens. Zij redde met ongelooflijke koelbloedigheid en moed 52 mensenlevens. Er stond en bestonden hele hoge straffen op het helpen van Joden. Chris Lebouw bijvoorbeeld, de kunstenaar die Rue Paré hielp door de J's uit de persoonsbewijzen te halen, stierf in een concentratiekamp. Dat Rue Paré niet verraden is en de oorlog overleefde, is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Den Haag kende voor de oorlog de op één na grootste Joodse gemeenschap van Nederland. Ruim 12.000 Joodse Hagenaars overleefden de Tweede Wereldoorlog niet. De moord op onze Joodse burgers is en blijft de grootste ramp die onze stad heeft meegemaakt. Het verhaal van Rue Paré herinnert ons aan die afschuwelijke tijd, maar herinnert ons er ook aan dat er mensen waren die opkwamen voor hun medemens. En dat mag misschien een geruststellende gedachte lijken, maar laat het vooral een aansporing zijn. Voor ons de komende generaties. Een aansporing om medemenselijkheid nooit uit het oog te verliezen. Om mensen in nood de helpende hand te bieden. Mensen zoals Rue Paré die ons tot voorbeeld strekt. Dank u wel.